Laatste ronde dus voor Kiss and Ride met daarnaast Iowa River, Ivy Fortuna, El Salsa. Achteraan zijn we Hotshot Rob die een zuinig parcours krijgt voor Divine League. En laatste paard ligt op het moment Yannick Mollema met Gilen. Maar het kan best zijn dat hij straks nog meters goed gaat maken, Driedik. Maar vooraan heeft Kiss and Ride duidelijk voorsprong genomen. Iowa River kon de kop niet krijgen en moet nu meters tol zijn tol betalen voor die zware koers. En Kiss and Ride ligt aan kop. Kiss and Ride, Driedik gaan naar El Salsa. En Vierdik gaat op dit moment aan de overkant Gilen. En ze gaan aan de stalterrein bocht in en Kiss and Ride heeft de leiding. Kiss and Ride nog steeds met haar over rug goed volgend. Is Ivy Fortuna, El Salsa binnendoor, schuift heel slim op. Martin de Nooi met zijn hotshot erop. Kiss and Ride heeft nog steeds de leiding en gaat de stal van Bas Krebas naar Nao Shirokina. Direct ook scoren met Kiss and Ride. Het zou zomaar kunnen, want Hiltje Chalsma gaat als eerste de laatste rechte lijn in. En daarachter ligt Ivy Fortuna met hotshot erop. El Salsa buitenom Gilen. Maar het gebeurt allemaal achter Kiss and Ride met Hiltje Chalsma. Ze kregen een hele dure koers. Ze werd onder druk gezet door Iowa River. Maar het maakt Kiss and Ride helemaal niks uit. Dat is een krachtpatser. Die wint hier met Hiltje Chalsma. Nummer 3, Kiss and Ride. Tweede wordt de 2, Ivy Fortuna voor de 4, Hotshot Rob. 3, 2, 4, voorlopig in koers 7. En Peter Delis staat al hier ook bij de huldiging. Hij is natuurlijk voorzitter van de stal PD. En ook een belangrijke kracht achter de Gele Canaries. Peter, jullie scoren een mooie winnaar. Ja, zeker. Kijk, Bas, eerlijk gezegd telden we de vorige keer in Hilversum ook al dat Hiltje de kop. Nou ja, in Hilversum de kop en dan met een paard die nooit springt. Je denkt, wat kan je gebeuren? Maar ja, toen sprong die alsnog weg. Nou ja, het kreeg nu druk, want je ziet gewoon hoe goed dit beest is. Ze winnen nog heel makkelijk samen. Hele sterke verrichting. Dat heeft de buis aan van de Gele Canaries. Een eigenarencombinatie met 20 paarden. Heel veel verschillende eigenaren. Zou je nog lid kunnen worden? Ja, je kan je nog steeds aanmelden. Kost €100 in de maand. En je gaat dat commitment aan voor een jaar. En je bent dan mede-eigenaar van 20 paarden. En loopt bijna elke grasmeeting, elke Alkmaar-meeting. Lopen er wel een stuk of 5-6 paarden. Nou, wat is er leuker dan dit? Niks. Hoeveel starters hadden jullie vandaag? Ik meen 6 of zo. Maar een hoop springers. Maar uiteindelijk maakt dit weer heel veel goed. Zo is het. Mooie overwinning. Zo is dat. Ja. Foto's worden gemaakt met de winnaar Kiss and Ride. In eigendom van de Gele Canaries Noord. De Gele Canaries zijn onderverdeeld in 15 trainers. En die zijn allemaal verschillende regio's. En Bas Krebas, die met zijn stal uit de band, hoort hij bij Regio Noord. En dan gaat de groene buis met Hiltje Chalsma. Mooie foto's met meerdere mede-eigenaren van de Gele Canaries. En als u ook lid wil worden van de club, dan kan dat zeker voor maar €100 per maand, 20 dravers. Dat is een koopje. Hiltje, gefeliciteerd. Je bewees maar dat je de elfvoudig kampioen van Nederland bent. Sorry, ik verstond je even niet. Nu snappen de mensen waarom je zo vaak kampioen van Nederland bent. Nou, dat komt omdat Bas die paarden zo goed heeft. En dan mag ik ermee rijden. En dan, hij ging wel heel best vandaag. Mooie complimenten aan de trainer. Het was zeker niet makkelijk met zoveel druk al vroeg in de koers. Nee, nou precies. Hij krijgt het absoluut niet cadeau. Maar hij maakt het super af. Super af. Propjes nog in en top. Gefeliciteerd. Samen met de juwelier van Ark gaat Willem ten Brink en Hiltje Chalsma op de foto. De juwelier van Ark die natuurlijk een te waardebon van €250 sponsort voor de beste amateur en de beste amatrice. Prachtig plaatje. Willem, bedankt voor de mooie foto's. En dan gaan we nog even met de juwelier van Ark praten. Uit de juwelier uit de regio? Ja, Zuidhorn Leeuwarden. Hoe werd je benaderd om deze koersdag bij te wonen? Miep, hè? Miep ken ik al jaren, dus die benadert mij en dat is altijd leuk. Dus doen we mee. Dank voor de mooie sponsoring. Nee, graag gedaan. Waar kunnen ze je vinden? Juwelier Zuidhorn? Juwelier Zuidhorn van Ark. Ja, is er maar één, dus... Binnenkort 2 klanten erbij. Ik hoop het wel. Super. Foto's zijn gemaakt en ook Willem ten Brink. Willem, nog een klein woordje van dank aan de sponsor. Ja, natuurlijk. In ieder geval de hele organisatie wil ik heel graag bedanken voor dit prachtige evenement. Het is toch heel iets als je vanaf Groningen overstapt naar Aduard. Het ziet er geweldig uit. Voor ons ook. Op het stalterrein is het goed geregeld. Het is overal goed geregeld. Alle sponsors hartelijk bedankt. En natuurlijk alle mensen die ons zo fantastisch toejuichen. Super bedankt. En je reed een super koers met je paard. Dat kan niet anders als je de beste bent. Top, Willem. Dankjewel. En Kiss and Ride en Hiltje Chalsma gaan samen met Willem ten Brink en Ivy Fortuna een lange ronde van maken hier in koers 7, de PSV Zuidhoorn. En geef een applaus aan de beste amatrice en de beste amateur van Aduard.
Paarden hebben zich, alle 9 paarden hebben zich inmiddels geformateerd in het startvak. Onder leiding van Hans Beukema, die ooit in het verleden Max Verstappen wist te begeleiden in de kartraces. Hij is ook starter bij de draverijen. En hij doet de vlag omhoog. En start. Start voor de amateurs en de eigenaarrijders. En heel goed weg is Ivy Fortuna met Willem ten Brink. En ook Hiltje Tjalsma heeft haar favoriet goed op de benen gebracht. Dat is Kiss and Ride. Kiss and Ride neemt de leiding in de stalterreinbocht voor Ivy Fortuna. Eerste paard buitenkant is Esther Mulder met haar Iowa River. Daarachter zien we Levi Europort met Samantha Stalker voor Kenneke Kite, die een goede start heeft gehad vanuit de tweede band. Daarachter zien we El Salsa en een galopade op dit moment voor Levi Europort, een van de kanspaarden. Galopade voor paard nummer 1, Levi Europort. En Kiss and Ride heeft de leiding met... Uitgeschakeld nummer 1, galop nummer 1. Kiss and Ride heeft de leiding met de elfvoudig kampioen Hiltje Tjalsma. En Hiltje wil de kop eigenlijk niet afgeven aan Esther Mulder met Iowa River. Hiltje schudt nee en dan blijft Esther dus aan de buitenkant met Iowa River. Derde paard ligt Ivy Fortuna en de paarden hebben nog 2 volle rondes te gaan. Vierde ligt op het moment El Salsa. Lotte de Vlieger gaat dan naar buiten met Kenneke Kite en maakt er wat mispasjes. Kiss and Ride heeft de leiding voor Iowa River. Ivy Fortuna nu naar het tweede spoor gaat paard nummer 6 El Salsa. Uitgeschakeld nummer 8, galop nummer 8. Hotshot erop, paard dat we nog niet hebben genoemd, maar heel veel goede aansluiting heeft, is Yannick Mollema met Gilen. Hij heeft ook een gouden helm en gaat proberen om Hiltje Tjalsma hier te kloppen. De andere gouden helm en die bezwijkt op dit moment. Een klein beetje onder de druk van Iowa River. Een mooie strijd dus aan de leiding. En dan gaan ze hier weer de stalterreinbocht door. Maar Hiltje Tjalsma die heeft nog steeds voorrang en die heeft de leiding met Kiss and Ride. Kiss and Ride houdt de kop voor Iowa River. Derde paard Ivy Fortuna die een optimaal parcours krijgt. Daarnaast zien we Willem Steur met El Salsa voor Hotshot Rob, Gilen. En ook Greta Postumus met haar Divine League. Ook in de kleuren van de Gele Canaries. Gele Canaries dus achteraan en vooraan. Want ook Kiss and Ride is een eigendom van de Gele Canaries. Kiss and Ride heeft de leiding met Hiltje Tjalsma. Nog steeds in de tweede spoor ligt Iowa River en de paarden gaan de laatste ronde in. Laatste ronde dus voor Kiss and Ride met daarnaast Iowa River, Ivy Fortuna, El Salsa. Achteraan zijn we Hotshot Rob die een zuinig parcours krijgt voor Divine League. En laatste paard ligt op het moment Yannick Mollema met Gilen. Maar het kan best zijn dat hij straks nog meters goed gaat maken, drie dik. Maar vooraan heeft Kiss and Ride duidelijk voorsprong genomen. Iowa River kon de kop niet krijgen en moet nu meters tol zijn tol betalen voor die zware koers. En Kiss and Ride ligt aan kop. Kiss and Ride, drie dik gaan naar El Salsa. En vier dik gaat op dit moment aan de overkant Gilen. En ze gaan aan de stalterrein bocht in en Kiss and Ride heeft de leiding. Kiss and Ride nog steeds met haar op rug. Goed volgend is Ivy Fortuna. El Salsa binnendoor schuift heel slim op. Maarten de Nooi met zijn hotshot erop. Kiss and Ride heeft nog steeds de leiding en gaat de stal van Bas Krebas dan na Oshiro Okina. Direct ook scoren met Kiss and Ride. Het zou zomaar kunnen, want Hiltje Tjalsma gaat als eerste de laatste rechte lijn in. En daarachter ligt Ivy Fortuna met hotshot erop. El Salsa buitenom Gilen. Maar het gebeurt allemaal achter Kiss and Ride met Hiltje Tjalsma. Ze kregen een hele dure koers. Ze werd onder druk gezet door Iowa River. Maar het maakt Kiss and Ride helemaal niks uit. Dat is een krachtpatser. Die wint hier met Hiltje Tjalsma. Nummer 3, Kiss and Ride. Tweede wordt de 2, Ivy Fortuna voor de 4, Hotshot Rob. 3, 2, 4 voorlopig in koers 7. En Willem ten Brink is tweede, voorlopig tweede met zijn Ivy Fortuna. Maar omdat hij de beste amateur is, vragen we hem straks ook naar de Victory Circle. Dus zowel de beste amatrice als de best geplaatste amateur gaan straks naar de winnaarscirkel. Voorlopig dus 3, 2 en 4.